It's qualifying time at Spa, one of the mightiest tracks on the Formula One calendar. Long straights, up and downhill, Eau Rouge as well. This track isn't for the faint-hearted. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tyres to boot. En daar joh, de mensen van Dutch Gaming. Welkom bij een gloednieuwe video hier in dit kanaal. Voor ons zeker dat het duimpje wilt klikken en was abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag hebben we geen practice gereden. Ben ik vergeten op te nemen. Sorry daarvoor. Hebben we alle drie de practice gedaan. Omdat we in een nieuwe auto zitten. Dus ik moest de auto een beetje kennen. En dat lukt in kwalificatie 1. Gaan hier een beetje bij, maar dat maakt niet uit. Komen op de finish aan en rijden de eerste tijd. Op een 1.46.7. En ja, dan zien we dat hier. Er wordt nog zelfs een 1.4. Ik heb me daar uiteindelijk al verbeterd naar een 1.46.695. En dat schijnt genoeg te zijn voor momenteel de eerste plek. Denk ik. Hallo? Is dat zo? Is dat zo? Ja, dat is momenteel genoeg voor Q1. Dan in kwalificatie 2 heb ik een domme fout gemaakt. Iedereen heeft op softe tijd gereden en kom ik aan op intermediums. Dus dat haal je niet. Want dan rij je kut tijden. En dat is hier ook een 2 minuut 3. En ja, die 15e plek die hou ik ook helaas. En ja, dat vind ik best jammer. Dus op naar de race. De race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. They've got a really good lead in the championship going into this weekend, so it feels to me that they've got one hand on the trophy. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn one, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head. You can never discount one more sting in the tail. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Perez, Kimi Raikkonen and Grosjean. Weber, Butler, Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Valtteri Bottas, Hamilton, Duffy, George Russell and Hülkenberg. Norris, Albon, Robert Kubica and Daniel Ricciardo, Magnussen. And Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Aangekomen, de lichten zijn aan bij de race. En we zijn begonnen, de lampen zijn uit. Eens kijken wie er goed weg is. Ja, daar komt Virginia dus goed weg. Norris in de achtergrond. En dan komt hij daar dus goed weg. Wesseling is naar de 12e plek in plaats van naar 15. Pakt zelfs P11 van Bottas. En hier pakt hij twee man. Nee, één man toch? Of was het wel twee?
Er waren er wel twee, Hamilton en Gasly zijn gepakt. En daar komt de inactie op Butler, daar komt hij sowieso aan. Oh, nou hier komt hij een beetje wijd uit. Is dat dan nog wel goed? Ja, daar komt hij. Daar is Lucas Weber, Raikkonen en Grosjean. Daar komen ze. Daar is hij Weber voorbij. Nou, nog niet. Weber haalt... Ja, hier is de racepace dan niet heel erg goed, omdat hij volledig op curb pakte. Ja, en dan pakt hij hem hier alsnog. Nou, raken elkaar. Maar ja, het is voldoende voor de VIA om geen pedal te geven. Heeft hij dan ook een betere race pace dan de Haas van de Ferrari motor? Ja, trekt hij wel beter op, een betere tractie van de Force India, zet hem er weer naast op dezelfde plek. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Dan doet Force India het gewoon goed op dit circuit. Oh, en dan zijn we even bezig met settingen aanpassen, blijkbaar. Heb ik dit er niet uitgeknipt? Dat is niet heel handig. Nou ja, maar niet uit. Dan moeten we natuurlijk ook nog de inactie op Raikkonen zien. Nou, die zien we hier dus. Raikkonen is gezien. En dan bij Perez aangekomen, ook gezien. Wat anders nou? Ja, Perez gezien. En dat betekent voor de driver standing dat Perez ook gezien is door Wesseling. Momenteel op dit moment. Het zal toch wat zijn als hij Vettel ook nog weet in te halen. Dat zal dan echt een stunt zijn. Want dan rijdt hij gewoon naar het podium, hè. Niet te vergeten dat dat gewoon een podiumplek is. En die podiumplek gaat hij pakken. Kijk naar de racepace. DRS aan. En Wesseling naar podiumplaats. Okay, gap ahead is two. En dat doet hij voor zin. Dat doet de Racing Point natuurlijk goed. Voor zin, ja, zeg ik elke keer. Maar het is Racing Point. We're leading our teammate. En dan hier ook Leclerc. Ook gezien in lap nummertje 8. En dan is hij gestart op medium. En dan word je zo weggereden door een Racing Point. En dan ook Verstappen. Voor de leiding in de wedstrijd. Voor de Nederlander Wesseling. Haalt de andere Nederlander in. En is aan de leiding van de Grand Prix van België. En dan is de Max Verstappen tribune denk ik niet heel tevreden mee hier in België. Maar ja, het is ook een Nederlander die aan de leiding ligt. En dan de pitstop. Die pitstop moet goed gaan. Gaat de pitstop van Wesseling goed? Dat is natuurlijk even de vraag. De mannen zijn buiten. En bij Red Bull hebben ze een frontwing klaarstaan leek het. Nee, is niet zo. En dan is het de vraag, komt hij ervoor uit? Ja, ervoor. 1.9, echt een goede stop van Racing Point. Raikkonen en Gasly komen er vooruit. Goeie pitstop dus van Racing Point met een 1.9. Nog nooit gezien in de game. Maar dan is dat maar zo'n feest.
Maar ja, er gebeurt helemaal verder niets in de race. Verstappen is zijn podium zelfs kwijt. En de Westerling gaat als jongste, weet ik niet. Maar zijn eerste jaar in de Formule 1 ook al direct een win achter zijn naam zetten. En zijn tweede podiumplaats met Toro Rosso eentje in Bahrein. En nu weer één. En dan wint Westerling dus de race na een dramatische kwalificatie op naar het podium. And an incredible win for Racing Point. A brilliant performance. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close walk battles on track. It's what all the fans are after. Racing Point's performance today has shown that they can be competitive with the veterans of the sport. They're making their way out to the podium now as we speak. And the Aangekomen dus nu bij het interview. Will it look like your luck has changed in was zo'n. Nou, ik weet even niet hoe je het Nederlands moet vertalen. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Je pakte veel posities gedurende de race. Nou, in ieder geval klaar met het interview, gaan we weer terug de pitbox in. En dan zien we dat onze rival hier met Toro Rosso ten einde is. En de rival hier met Perez net begonnen is, maar ook alweer direct de leider ben. Want Perez die heeft het niet echt met mij als team genomen, want ik pak er wel even wat van hier, de Reese's Points. In totaal 511 en dat gaat dus heel snel mogelijk bij Racing Point. En bij Red Bull blijft het nog een beetje hangen. Maar het is uiteindelijk wel de bedoeling om volgend jaar de stap te maken naar Red Bull of Racing Point voor Red Bull te leiden. Want we gingen wel heel makkelijk voorbij de Red Bulls. In ieder geval de interviews. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet op het duimpje te klikken en te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zie ik jullie later. Later mensen.